Dit is nou een vakantiepark. En hij heeft 11 van die dingen. Peter Gillis. Ziek rijk geworden door ziek hard te werken. En dat verwacht hij ook van zijn kids. Ruud, Mark en Inge werken in het bedrijf en zullen ooit het stokje van die ouwe overnemen. Er is wel een dingetje. Peter kan niet zo goed loslaten. Ja, als hij om 8 uur komt, ben ik om 7 uur hier. En hij de ronde gemaakt, klaar. En dan heb je Nicole, de 30 jaar jongere vriendin van de baas. Zij moet ook wat te doen hebben en delegeert zich suf. Moet zo weg, hè? Hop, 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 hop. 1, 2, 1, 2. Het motto luidt, massa is kassa. Dat betekent dat alles op tijd klaar moet zijn voor het nieuwe seizoen. Ja, ga je maar. En nu maar hopen dat het nu beter wordt dan dat rottige coronajaar. Het is vroeg. Zo vroeg dat de vogels nog niet eens wakker waren. Dus die hebben ze in de montage eronder gezet. De grote baas is daarentegen al vroeg uit de veren en begint aan een parkinspectie. Het blijft aandoenlijk om die bollen in zo'n karretje te zien zitten. Maar dit is nou leiderschap. Ja, het is nou 7:15. Kijk, daar heb ik mijn rondje al gemaakt. Als direct iedereen wakker is, hè, dan maken ze mij niks meer wijs. Hier moet wel uit. Minuut. Wat hier gebeurt, dat weet ik niet. Iemand heeft er hier dieren gehad of zo, weet ik veel, ja. Ja, dan moet je opruimen. En zo begin je de dag met een verse plakkaatstront. Hier zie ik al een raamrubbertje. Kijk al zoiets, jongens. De winter is voorbij, dat ze van de winter allemaal kunnen. Nou. Die valt er op een kant uit, die deur. Kijk, wat zie ik hier? Lekkende kraan. Nou, dat kost iedere dag geld. Bah! Kijk, ik hou van eenheid. Hè? Er zitten hier allemaal deurbeslag. Gehalveniseerd, gehalveniseerd. Dan zetten ze er gewoon weer een wit op. Ah ja, daar word ik helemaal foxwild van. Weet je dat? Wie verzint het? Kijk, die is ook vuil. Dit is niet hygiënisch natuurlijk, maar het is al een oud trucje. Een beetje speeksel en dan doe ik een keer zo. En dan heb ik zo gezien, jongen, zit er vuil op of niet? Catastrofe! Naast die vakantieparken heeft Peter links en rechts ook nog wat pandjes. Maar die beheert hij natuurlijk niet zelf. Dat laat hij over aan Nicole, die het shoppen heus wel af en toe kotsbeu is. En dan maakt ze zich nuttig met de dagelijkse leiding over het vastgoed. Zoals dit appartementencomplex waar sprake schijnt te zijn van achterstallig onderhoud. Ik durf bijna niet te kijken. Jongen, niet te geloven. Niet te geloven. En inmiddels weten de bewoners met wie ze te maken krijgen. Goedemiddag, Ronnie. Ik zie hier 5 brievenbussen die helemaal naar de vaantjes zijn. Hoe kan dat dan? Nou, ik denk dat sommige mensen het kwijt zijn. Misschien vandaag. Ja, maar ja, dan kunnen ze ook mij bellen. Dat zou wel fijn zijn als ze mij dan bellen. Want ik heb gewoon reservesleutels thuis. Ja, we zitten hier met een groot probleem bij de heide. Dat doen een aantal lampen het niet. En brievenbussen hangen half van de muur af. Dus het lijkt me verstandig als je nu even hier naartoe komt. Hoe bedoel je nu niet komen? Ja, wanneer wel dan? Nou, laat me maar vlug weten wanneer het wel kan, want dit heeft spoed. Het moet nog 8 uur worden en Peter is al een keer of wat uit zijn plaat gegaan, maar daar leeft hij voor. Zo heeft hij ook personeel waarvan hij ooit hoopte dat ze op tijd zouden beginnen. 8 uur, we zijn op aan het wachten. Vanwege. Je hebt geluk dat ik de baas niet meer ben, hè? Want het was om 7:30 binnen, jongens, om 8 uur beginnen. Maar ik wou hebben om 7:50, jongen, kleden wij gaan om 8 uur. Waar dan, werk? Catastrofe hier. Nee, die jongens, het is nou hier 7:15 geweest. De ene wacht op een kettingzaag. De andere weet niet wat je moet gaan doen. Er loopt er gauw een weg, die kan ik al niet meer traceren. Krijg je hier geen goed gevoel bij.
alles is kut. Gelukkig heeft hij een telefoon met een terabyte opslag, zodat hij alle ellende kon fotograferen. 3 keer raaien bij wie hij dit op zijn bord flikkert. De kroonprins, Barky Marky. Nou, het ziet er donker uit. Niemand wakker, denk ik. Zelfs de hond is niet wakker. Ha. Ha. Hij zit nog in zijn pyjama. Pyjama, ja. Jongen, jongen. Hé, hey, jongen. Lig nog te bed. Waar ben je nou? Oh, ik ga ze naar gaan kleden. Ik was natuurlijk al vroeg hier, hè. Ik heb een rondje alles gemaakt. Dan kom ik daar even in het sanitaire gebouw op vak Z, is het volle man. Ben je er zelf ook al geweest? Die zijn van de week gaan opstarten. Wie krijgt het nou verzonnen op, als alles roestvrij staal is, om dit te monteren? Ja. Het rammelt als een ziekte. En dan zie ik hier nog, heeft er iemand aan de diarree gestaan? Of hartse flats, ik weet niet wat het is. Dat ligt dan daar bij dat toiletgebouw. Hetzelfde toiletgebouw wat ze al helemaal schoongemaakt hebben. Is niet fijn, hè? Zie je, die kraan lekt. Huppatee. Dus ja, ik vind dat er nog moet gebeuren, hoor. Kijk, maar als ik dan, heb ik vorig jaar ook wel eens gezegd tegen jou, als ik dan de vloer zie waar je binnenkomt, het perron, dan doe ik een keer op tuf en dan doe ik met mijn schoentje zo en dan komt het vuil eraf. Die vloer is niet schoon. Is dat fijn, Mark? Nee. Om 7:15 ochtends op je kloot te krijgen, ook niet fijn. Ondertussen staat Nicole zich te verbijten bij een muur vol gesloopte brievenbussen en de klusjesman had kennelijk geen bloedspoed. Ah, daar zijn ze, de mannen. Ja, ja. Brievenbusprobleempje? Ja, niet te geloven hier, ja. Heel brievenbus hebben ze van de muur afgesloopt. Loop maar eens mee. Hier, eens kijken hoe dat eruit ziet. Het ziet er niet erg lekker uit meer. Nee, kan me niet schelen hoe, maar alles moet eraf en nieuwe moeten erop. Ja. Nou, ik heb niet zo heel veel tijd, mannen. Ik wil graag het begin nog in ieder geval even meemaken. Dus, die moet je daar ook even terughangen als je wilt. Daar. Buiten. Buiten. Die hoort daar te hangen aan de andere kant. Hop, 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 hop. 1, 2, 1, 2. Grof geweld. Mocht er nog post in zitten, even onthouden welk nummertje dat is. En dan even terug in het goede nummer. Die ook niet. Hier hebben we post nummer 7 nog. Ja. Oh, wat zie ik nou? Een verjaardagskaart. Er zit nog geld in, denk ik. Moet zo weg, hè? TikTok. Look, it's gonna fall, hè? Ja. Take it off, yes. Goed. Goed bezig, Mark. Ja, dat zijn de nieuwe brievenbussen dan. Ziet er top uit. Ja, toch? Ja, die plaat die erachter zit, die mag er ook af, hè? Zoals ik gezegd heb, inderdaad, geen sleuteltjes meer. Ja. Ziet er goed uit. Nou ja, die allemaal eraf, die plank ook eraf die erachter zit. Deze terug ophangen en deze terug erop. En eventjes in die plaatjes duidelijk het nummer zetten. Ja. Nou, ik ben er vandoor. Stuur maar een foto als het klaar is. Ja. En dan hoor ik het van jullie. Is goed. Peter is al lekker op stoom gekomen. Hij heeft wat werknemers uitgevoeterd. Zoontje Mark op zijn klootjes gegeven. En nu is het tijd om van zijn rechterhand Frans te horen hoe de rest van de Parker erbij liggen. Morgen. Morgen. Ik denk dat we hier ook naar binnen gehaast komen. Theetje, koffie? Theetje, alsjeblieft. Dat zal wel zijn dat ik nog niet goed wakker ben, maar... Waar gaan we hier de bekers in godsnaam staan? Ik zou niet weten. Nee, ik snap niet wie de laatste beker pakt, die moet hem ook aanvullen. Samir, kun je even wat bekers brengen? Goed zo, dankjewel. Oké, hoi. Ah, daar komen de bekers aan. Goedemorgen. Morgen. Niet te hoog, want dan kan ik er niet bij. Maar er toch staat, Samir, maak een theetje en koffiecrème. Geen bekertje te vinden. Ik heb de bekers allemaal in het magazijn. Die laatste bekerpakking moet zorgen dat bijgevuld wordt. Alsjeblieft, Frans. Hey, dankjewel. Geniet ervan. Ja, oké. Wel rusten. De mascotte, wat doen we daarmee? Oh ja, die moet er nog een bedenken natuurlijk. Dan moet je nog rap ergens vandaan komen, want als we over 2 weken beginnen. Hé, hey Mark, ik zit even met Frans hier, hè? Ja. En Frans had natuurlijk wel een goeie van, hé, jongens, slotkranendonk, mascotte. Ik vroeg me eigenlijk af, die andere mascottes van alle parken,
Zou je die merutes op kunnen halen en allemaal verzamelen hier bij het Prinsmeer? Want zoals ik al zeg, vertrouwen is goed, controleren is beter. Ja, moet ik dan al die parken langs ons op te halen? Ja, samen met Ruud, hè. Dan hadden de man 5 en een ander eten 6. Dus huppatee. Ja, dat is goed regeling. Oh, ik heb trouwens nog een mascotte. Hier zit hij. Ik wil een mascotte zijn. Ja, dat geloof ik wel. Dat is een verpleegsterpakje. Een beetje vakantiepark schijnt erin te moeten willen hebben. Een mascotte. Peter heeft 11 van die parken, dus ook 11 mascottes. Alleen waar zijn die klote dingen? Gelukkig heeft Peter ook 2 zoons en die kunnen nu mooi op zoek naar die handel. Oh, sta je er vol? Ja, hoe voordelig is die eigenlijk? Ja, dat weet ik niet goed. Oh, ja. Ik heb de kop. Ja, ik heb hier een... Oh, dat is de kop. Ja. Oh ja, dat is... Dat is lijf, ja, de onderkant. Lijkt wel een vuilniszak zo. Ik kan wel zien dat ze een jaar lang... Mijn stoepkreet gespeeld hebben. In de kast hebben gelegen. Ja. Maar Rutte wordt er wel bezig. Ja, weet je wel. Ja, want ze ja, pakken kosten veel geld. Au. Oh. Ja. Het is een staart. Ja. Het is een peddel. Oh. Oh. Tuinbroek. Ja, ze werken overal. Ja, is de broek van de bever of van Spap? In Casa Gilles heeft Nicole een meidendag geregeld. Wat een hel. Als miljonairsvrouw komt Nicole nauwelijks nog aan winkelen toe. Bovendien was alles dicht en middenstanders hebben in haar een lucratieve outlet gevonden om kleding, juwelen en andere shit te slijten. Nou, dit ziet er allemaal goed uit. Deze is wel echt heel veel meegenomen. Daar heb je jeugdvriendin Isabel. Ze kennen elkaar al vanaf de middelbare school en zij is uitgenodigd om te komen kijken hoe rijk Nicole is. Hoe is het? Hoe is het met jou? Goed, hè? Goed, zeg. Eerst gaan we even wat drinken. Nou, proost. Proost. We wachten nog eventjes op Mieke. Ja, die kennen we nog. Mieke en Johnny, alias de poetsvrienden. Nicole regelt altijd keileuke uitjes met die twee. We hebben om precies te zijn een uur en een kwartier de tijd. Lekker stoeltje, hoor. Lekker. Hallo. Hallo. Johnny, wat doe jij nou hier? Ik dacht dat ik mee moest komen. Dank je aan een bandje voor mij bij dan. Nee, natuurlijk niet. Hoe een armbandje voor u? Ja. Dat is vrouwen. Ik dacht, hè, een armbandje voor mij inkopen. Ja, oh. Dat ik, hè. Nou, maar dat komt goed uit, want ik heb voor jou nog wel wat te doen. Ja, doe maar. Dus doe je jas maar weer lekker dicht. Ja. Oké. Okay. Nou, Johnny, ik heb voor jou hier een blik en handvegen. En ik heb steen schoonmaakmiddel. Ja. Hier in het hok kun je water pakken en dan weet je de weg wel, hè. Ja, oké. Okay. Doe we. Dankjewel. De twee broertjes zijn bezig met een tournee langs alle parken. Het verzamelen van die mascottes is namelijk een klus waar je 2 directeuren op zet. Hé, hey baas, ik heb hier achter. Ah, kijk. Kijk, moet ik pakken? Hier, Hey, ma, mooi haartje van mij. Ja, meneer, doe hem eens op. Ja, kom maar. Had ik vroeger ook zo'n haar? Nee. Kijk eens. Nou, die mag wel eens een keer naar de stomerij. Ja, dat moet ik denken. Oeh. Die ligt er al een jaar in de kast, hè? Ja. Hier zit ze niet in. Nee, hier wel. Hier zit wel. Ja. En die koelkast. Ja, is er nog een houtbreed erbij of niet? Nee. Ja, daar. Ik zie dat iemand heel erg stinkvoetig had of zo. Smeerruikers. Smeerruikers. Dat is niks. Oh, dat is niks. Mankeer er iets aan uw neus, schat. Verdamme. Het zijn jouw schoenen. Staat je goed? Ja. Hoi. Kom maar, we gaan. Ja. Je mag aanhouden. Ja. Ik zou hem ophouden, ja, in de toekomst. Ja, precies. Wilt u eigen legitimeren? Peter en Frans zijn onderweg naar slot Kranendonk. Dit park hebben ze nog niet zo lang geleden op de kop getikt. En binnenkort gaat het open onder nieuw management. Is die bolle best trots op, dus hij wil dat het er een beetje knap bij ligt. Nou, dan gaan we eens kijken hoe het er hiervoor staat, hè? Ja. Dan we hier eerst even naar het terras kijken. Want wat eerst open gaat met die horeca's is... Is het terras. Oh, daar bij de snackbar. Kijk, die 2 tafels die gaan weg en er komen houten picknicktafels. Ze staan ook meer in lijn met... Ja, met de natuur. Ja. Klopt.
Jacht en natuur. Dat is het thema dat Nicole helemaal zelf heeft bedacht nadat Ilona het voorstelde. Denk jij van het idee een beetje jachthut-achtig, natuur? Ja, dat is wel toevallig. Daar zat ik precies aan te denken. Hoeveel stoelen komen daar te staan dan? Daar komen er volgens mij 45 te staan. Ik vind het wel weinig, maar ja. Ja, even vlug geschat zo. De massa moet de kassa zijn, maar ja, dan... Ja, zeker. De dagelijkse leiding is in handen van Koen en Ilona. En dat setje woont nu op het park. Peter heeft ze zelf aangenomen, vertrouwt ze door dik en dun en controleert dus alles. Oh, kijk, hier zijn ze nog flink aan het schoonmaken. Ja, schoonmaken, ramen tekenen. Ik ruik het. Die ramen blijft gewoon een kijk naar die ballenbak of nee, die wordt helemaal dichtgestekt. Hij is te klein of het raam is te groot? Of niet? Kom direct wel even kijken of er geen kier in zit, maat. Peter kocht dit park natuurlijk niet zomaar. Paal naast het park ligt een enorm terrein en dat moet een goudmijn worden. Als je dat volplemt met huisjes, dan is dat handel. 250 stuks moeten er komen. En snel. Daarachter is de uitbreiding. Massa is kassa. Is kassa. Ja. En zoals je ziet is het bouwtempo goed bij te houden. Nou, natte voeten. Loop jij maar veur op, want dan zie ik in ieder geval, als ik in de plas sta, dat ik daar niet moet gaan staan. Kom eens. Bert, hoe hangt de vlag erbij? Het is gewoon te nat, Peter. Dat is niet te doen. Johan is ook weer zo droog, hè? Dat hebben we vorige keer gezien, toen was het ook zo nat. Ja. Nee, dat is allemaal dubbel werk. Dat heeft geen zin. Ja, over 2 dagen gaan we daar dan. Je hebt het ook aangenomen, en half mei moet het gewoon klaar zijn. En Bert, die gaat er op de hielen zitten. Ja, oké. Nicole staat klaar voor een stukje hardcore thuiswinkelbeleving. Ze heeft wat vriendinnen uitgenodigd om toe te kijken. Het gaat hier straks om serieuze bedragen en de verkoopjuf is in topvorm. Het belangrijkste is dat het allemaal zilver is. Eerste gehalte 9,25. Dus het is echt onderhoudsvrij en het blijft prachtig. En het leuke is, dit is bijna niet in Nederland te koop. De parels zijn zoetwaterparels. Dus dat blijft ook prachtig met een zilveren sluiting. En dat heb je gewoon van de gewone parels, die maar 35 euro zijn, tot bijvoorbeeld de barokparels. Die zijn heel grillig, maar het blijft fantastisch. Ja. Grillige barokparels. Het zal Johnny een worst wezen. Bovendien is hij vlak na binnenkomst te werk gesteld. Het regent nog net niet en hij staat betonnen beelden te poetsen. Zo kunnen de dames zich veel beter concentreren. Dan pak je meteen de duurste. Mag ik deze eens omdoen? Jazeker. En ik heb hem dan kleiner, maar dan ziet u een heel klein beetje. Wat kost dat zo dan, zo'n armband? Deze is 475, dat is eigenlijk de duurste armband. Ik vind het niet echt helemaal jouw stijl. Niet mijn stijl, nee. Hè? Nee, klopt. Nicole, ik denk dat dit een typische ketting is voor jou. Dit is een zilveren ketting, een Figaro-schakel. Dus heel erg sterk als je eraan blijft hangen, bijvoorbeeld tijdens je werk. Met een Swarovski-hart. Mag ik hem eens aandoen? Ja, doe maar. Ik vind hem wel heel mooi. Zo. Eén bol hangt onder en één bol hangt op je borsten. Dat is heel mooi. Ja, leuk. Die wil ik sowieso. Heb je ook iets van een bijpassende armband en oorbelletjes erbij? Het publiek leeft enorm mee, terwijl de miljonairsvrouw het geld laat rollen. Dit is typisch Nicole. Ja, dat vind ik juist ook wel hartjes. Leuker. Dit is ook heel erg mooi. En wat netter. Blijf zitten. Even kijken, dus deze ketting met die twee harten, die wil ik sowieso. Ja. En dan die oorbelletjes erbij. En daar doen we dan grotere ringetjes aan. Dit ga ik mooi verpakken voor je. Dat is fijn. Ik ga nog even bij Johnny kijken. Oké. Okay. Hey. Gaat het er een beetje af? Ja. Wordt weer mooi. Dat is fijn. Nou, wij zijn binnen aan het afrekenen. Dus de laatste paar dingetjes en dan hoppakee. Ja, oké. Okay. Ik ben er zo mee klaar. Kom ik eraan. Oké, dan ga ik snel weer naar binnen, want het regent. Ja, oké. Okay. Echte vrienden. Die twee broers zijn inmiddels uren onderweg om die mascottes te verzamelen. En dat is gelukt. Een boeiend gesprek nog niet. Voor die pop. Oh, komt erin. Ja, kijk hoe gezellig dat een kusje is. Geven. Als ik zo mijn biologische klok even volg, dan is er wel een beetje tijd voor even kleine versnapering. Tijd voor een kleine versnapering. Die knul zit te klapwieken. Schrijft u even mee. Hallo. Hallo. Mag ik dat aan?
Dat is mooi. Twee keer de quarter pounder, een milkshake banaan, een milkshake aardbei, een Big Mac, een homestyle crispy chicken en dan zonder sla. En wil die bijrijder misschien ook nog wat? En moeten wij dit wel willen zien? Dat is wel leuk, dat is wel echt die kop af. Ja, dat is leuk. Zet ik helemaal vast dan. Ja, maar ik heb de kop bij elkaar. Hallo. Het ziet hier er leuk uit. Mijn vrienden die tachtig. Ja, jij ziet er ook leuk uit, hoor. Oh, dankjewel. Ik ben je nog Ja. Peter inspecteert Park Slot Kranendonk en tot nu toe weet hij zijn enthousiasme goed verborgen te houden. Die uitbreiding, daar is nog geen hol van terechtgekomen. En dan nu de binnenboel. Kijk. Kijk, kijk, we hebben al... hier wordt gewerkt. Ja, maar dit vind ik ook wel mooi. Dat wil ik nog zeggen, zo'n barretje aan het raam. Hè? Ja. Mensen eten frietje, gaan daar zitten, gaan naar buiten kijken. Dat vind ik altijd gezellig. Kijk eens, wat een ruimte hier. Hè? Ja. Ja, ruimte genoeg. Een rotzooi ook. Ik vind dat super ruimte. Want direct voor heel die bingo's en zo, in die Hollandse avonden. Ja. Dan moet ik als mensen nog een feestje willen boeken. Want hoeveel mensen kunnen hier zitten, schatje? Zo? Zittend 150. Nou? Nee, 173 was het. Grapje. En even met onze... want we missen hier natuurlijk nog een mascotte. Daar moeten we ook nog over nadenken. Ja, kan we over nadenken. En als we een klein pakje hebben, dan kan Frans erin. Dan gooi ik hem wel in. Boven die dinosaurus. Hey, smurfpak. Kom, we gaan terug. Heel even leek het erop dat Peter tevreden was. Heel even maar. Denk de klein gemeente, vriend, dat denk ik. Ik vind het niet mooi zo. Maar ik had het straks al gezien. Ik heb natuurlijk geen verstand van stickers. Maar ik had straks al gezien dat het klein was. En mijn ogen is toch goed, want als ik nou gewoon kijk, dan is hij gewoon te klein. Ook Mark is bezig met een controle. Die fijne knul moet het vak nog leren, dus hij doet alvast een rondje voordat zijn pa straks komt. Binnenkort gaat het park weer open voor gasten en dan moet het zwembad er perfect bij liggen. Parkmanager Richard knalt er een rondleiding tegenaan. We zijn al aardig op weg. Het is bijna allemaal klaar. Het water zit er al helemaal in. Het water zit er al in. Dus nog niet op temperatuur natuurlijk, maar dat komt nog. We zijn nu bezig met de huidvetten nog aan het schoonmaken. Hij is van boven naar beneden begonnen. Ja. De glijbaan is dadelijk helemaal schoon. De glijbaan is dadelijk helemaal schoon. Nee, als je ziet wat eraf komt, dit is geloof ik sponsje 2 of sponsje 3 al. Ja. Van verschillende soorten mensen, dus verschillende soorten huidschilvers en viezigheid. Het moet gewoon goed schoon zijn. Ja, mens. Dit is hard werken voor hem. Nou, moet dat goed komen. Het ziet er zo in oog op zaken. Zeker. Goed uit. Ja. Oh, daar hebben we jouw tweelingbroer. Dat is een vriend, hè? Ja, het is echt één op één, Piet Piraat. Het sfeertje is prima, maar we weten dat als deze auto het terrein opkomt, dan is het snel voorbij. Eerst nog even die hoed op zijn slijtplek knallen en dan met een gestrekt been erin. In 3, 2, 1, go! Aan de koffie of aan het werk? Beiden. Beiden. Of werk overleg. Koffie is belangrijk, maar we zijn aan het werk. Nee, kom, hup. Want ik heb weinig tijd, jongens. En ik wil kijken wat ik allemaal doet of niet doet. Ja, hoe ver ben je nou al klaar hier? Ik denk dat we sowieso 75% klaar zijn. Ja? Ja. Ja. En ik wil niet veel zeggen, maar dit lijken koffievlekken. Maar ja, als je heel een dag koffie drinkt, dan krijg je dat. Zit dat pijltje, ziet er ook niet uit. Wie heeft dat opgeplakt met die plakband? Ik vind dat niet mooi, want wie heeft dat erop geknutseld? Gaan we doen. Dat heeft het personeel van het zwembad gedaan. Ja, maar jij bent hier door de leiding. Dat klopt. Maar die glijbaan is... ik heb hem gecontroleerd, Mark. Nog niet. Waarom niet? Nee, omdat we net de controle rondje... En van binnen ook helemaal schoongemaakt. Vincent is boven begonnen. Nou, kruip er maar eens in dan, Mark. Hey, op blote voeten, jongen. Niet met schoenen. Ja? Ja. Schoenen uit. Dat hoort niet. Wel een sok uit, hè, vriend? Ja. Ja? Nou, Mark, doe de sok even uit. Huppatee. Nou, doe ik wel even geleden, is niet? Nou, tot zo meteen. Ja. Oh.
daar word ik nog moe van. Waar ben je? Tjonge, jonge, 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 toch. Godverdomme, dat was mijn kop. En? Stukken vergeten? Ja, hier aan deze kant. Heel de rand eigenlijk. Daar word ik helemaal fokswild van. Jongens, hebben men alles geleerd, jongen. Je moet er eerder zijn als Richard. En naar de ronda gemaakt. Hè? Als hij om 8 uur komt, ben ik om 7 uur hier. En naar de ronda gemaakt, klaar. En dan kan hij verhalen vertellen. Zeg, aha, klopt niet, jongen. Yes? Het komt allemaal een beetje rottig uit zijn muil, maar hij heeft wel gelijk. Zo is hij miljonair geworden. Zo rij je nou in een Rolls. Al heeft hij zijn oog laten vallen op een ander modelletje. Maar dat is eigenlijk een mooie auto. Mooie Rolls, ik heb hem nog nooit gezien. Kan er zo wel een aankomen, of niet? Ik heb er eentje nog in bestelling staan, nog helemaal wijzigbaar naar wens van de klant. En wat is er nou beter dan een Rolls? Gewoon een nog veel vettere Rolls. Als je van gekkigheid niet meer weet wat je met je poen moet doen, dan is dit het adres. Nou, eindelijk. Nou, eindelijk. Ik kon niet sneller hier naartoe komen. Nou, welkom, man. Ja. Leuk om te zien. Ik had jou eens gebeld voor... voor de Cullinan. Ja. Ik heb daar een variant van de Cullinan. Normale uitvoering, wel superveel opties. Ja? Zullen we even kijken? Oké, okay, ja. Wil ik wel even zien. Oh, wauw. Huh? Sphere Black, ook een speciale kleur. Loungepakket, okay. Coachline, double. Waar staat er voor beeldje weer op? Nou, de verlichte Emily. Lijkt wel Swarovski. Ja, dat klopt ook precies. Ja? Ja, bij de Black Badge is het zwart. Verkopen deze auto maar. Die is verkocht. Ah, oké. Okay. Komt er maar eens even zitten thuis, dan kan ik even mooi uitleggen. Ja, deze heeft ook bespoke audio. Ja? Dat is het mooiste geluidssysteem wat Rolls-Royce heeft. Dat is echt helemaal top. Zit er niet altijd standaard in dan? Nee, optie. Optie? Ja. Zit er niet van Janu ook hoor. Ja? Ja. En wat kost zo'n optie dan? 8.500 euro. Oh nee, dat zal wel gewoon een speakertje in moeten denken. Een beetje hosselaar weet hoe hij zijn klantjes moet inpakken. En deze dealer weet dat hij met de schaal sushi de plank mislaat. Hallo. Oh, goedemiddag. Goedemiddag. Oh, lief gezorgd. Ik ben aan het lijnen. Nee joh. Dit zijn gezonde. Ze zijn speciaal. Ja? Ja, eentje ja, ja, maar. Ja, ja, nee. Ben je aan het lijnen? Ja, ik ben aan het detoxen. Mijn espresso. Mag die hond wel worstenbrood? Ja, maar die maakt zeker geen worstenbrood. Nee? Nee, joh. Oh, wel, dan krijgt hij wel van mij. Kom. Hoe heet die? Nou, Grappa. Hier, Grappa? Hier, Grappatee. Nou, dikke maakjes dingen wel. Meer, hoor. En wat voor opties kan er allemaal op? Kijk, zo is hij met die rode accenten. Grotere wielen ook, als een normale Cullinan. Ja. Splattere banden. Ook de raamlijsten donker. Allemaal zwart. Ja, deurgrepen blijven wel groom. Ja. Dat vind ik, dat is ook leuk, dan misstaat ook niks. Ja, ja, dat is beter. Superauto. Ja. Superauto. En je komt er geen tegen? Nee, zeker niet. En die Black Badge helemaal nee. Niet. Die heb ik helemaal nog geen gezien. Ja, bij Jarno. Een lampvolle mat set. Hond schooit nooit. Daar is hij alweer. Dat is ook een beetje goed te verkopen over een paar jaar. Ja, dat denk ik wel. Ja? Dat denk ik wel. Het is geen belegging. Nee? Nee. Voor belegging moet ik iets anders kopen dan, of niet? Pardon, beleggen? Dat ziet Hosselaar thuis helemaal niet zitten. Dus? Ferrari. Ferrari? Dat is het neusje van de zalm. Ja? Ja, echt. Dikker kan niet? Nee, absoluut niet. Over onrendabele beleggingen gesproken, Nicole... Nee, wacht, ik begin opnieuw. Nicole heeft geïnvesteerd in eenden. Waarom weten we eigenlijk niet, maar ze is er maar druk mee. Luisteren doen die klote eenden niet, al denkt zij van wel. Kom brood eten, jongens. Kom. Kijk, allemaal brood voor jullie. Kom maar. 1, 2, 3, 4, 5. Waar is nummer 6 dan? Terwijl Nicole op eenden safari is, zien we Henny en Nelis aankomen. De ouders van, je weet wel, met die bloedirritante hond. Hey, viva España. En blijf. Blijf. Nicole, wat doen? Ik ben kassa kwijt. Kassa. Cool. Kassa.
ben jij nou aan het doen? Kassa aan het zoeken. Hij vliegt niet door een hek heen, hoor. Maar die kan het gewoon door. Kassa is kwijt. Zoek. Waar blijft die Amber Alert? En alsof het allemaal niet erg genoeg is, doet Nicole een vreselijke ontdekking. Die vis die zit allemaal raar te doen. Alle rondjes te zwemmen. Kijk dan, hij gaat helemaal drijven. Nou, ik ga even Peter bellen, want het is aan alle kanten niet goed hier. Nee. Hé, hey, schatje. Hallo. Nou, ellende hier thuis. Hoezo? We hebben nog maar 5 eenden. Eentje is er kwijt. En we hebben ook nog een vis die op 10:30 ligt. Die ligt een beetje zo... Maar er moet echt een hek om die 5 komen, hoor. Nee, er komt geen hek. Maar Spap en Smam die zijn ook hier. Hallo. Hi. We hebben een hele leuke mededeling. En dat willen we vertellen bij een lekker etentje. Komen jullie bij ons eten? Dan gaan we het vertellen. Het is wel heel leuk. Voor ons. Voor ons dan. En dit wordt een kostbaar stukje televisie. Peter is namelijk bij een autoboer waar je zelfs voor een occasionnetje niet slaagt onder een ton. Deze is hem dan? Ja, dit is een 8-12 stroopvast. Ja? Ja. En deze is met een vastdak? Ja. En er komt dus een cabrio-versie van. Ja? Ja, dat is... En die krijg jij nog binnen? Ja. En dan zijn we mee van de laatste ja, ze bouwen ze maken. Anderhalf jaar bouwen ze nog. Ga eens even zitten anders. Ja, ik wil wel een keer in zitten. Porsche is ook erg goed. Oh, deze past me er ook wel. Goed, hè? Ook gewoon ruim, hè? Ja. Ik moet hem even starten, hè? Ja. Wil je hem even horen? Ja. Ja, dat is denk ik een raceauto, of niet? Ja, absoluut. Dat is nou vergelijk met een Porsche dan? Of kan het helemaal niet vergelijken? Gewoon een andere auto? Andere auto. Nee, jouw is ook een superauto. Maar dit is wel een, ja, een tandje extremer. Ja? Ook gevaarlijker. Trickier. 800 pk op de achterwielen. Dit is echt een auto waar je wel de kop bij moet houden. Ja, maar natuurlijk. Kent, kun er alles mee. Super. Ja? Ja. Echt. En wat kost nou zo'n auto dan? Een cabrio? Die cabrio een beetje vol. Een beetje een volle cabrio. Iets boven de 5 ton ook. Een beetje Cullen hun geld. Oh, no. Dus ze Cullen een strek en een meter gunstiger. Guldens of euro's? Nee, euro's. Ja? Nee, lires. Iets boven de 5 ton voor een auto waar je nog niet eens een krat bier in kwijt kan. Maar Thijs ruikt bloed. Hé, hey, superauto. Echt, hè? Nou weet hij ook dat Peter niet helemaal achterlijk is, dus moet hij het tactisch aanpakken. Samen kosten ze 1.021.000 euro, inclusief de BTW, samen. Ja. Ik denk 9,75. Maar nee, dat gaat niet. Dat gaat echt niet. Hoezo niet? Dan verdien ik niks. Nee, maar een biertje is ook goed. Ja, ik heb een goede klant bij. Ja, dat wil ik ook graag. Nee, we moeten wat ritselen. Zo doen. Dat is 1 miljoen. Hup. Nou, deal. Gefeliciteerd. Hartstikke flat. Ja, dan word ik nog Fox Wild van die auto. Ah, dat is top. Ja? Echt super, joh. Dankjewel. Zal ik niet iedere dag verkopen, denk ik. Nee, maar. Zeker niet. 2 auto's voor 1 miljoen. Ik doe iets verkeerd. Laten we snel over iets anders beginnen. De mascottes. Mark en Ruud zijn er dagen druk mee geweest, want Peter wil ze eerst zien voordat de parken weer opengaan. Kei leuk natuurlijk, dus de hele directie is voor de gelegenheid opgetrommeld. Inclusief dochter Inge. En de lapje, bij welk park hoort dat? Piet Piraat. Oh, Piet Piraat, oké. Okay. Wat heb je gedaan? Ik heb een ontstoken oog. Ja, dat ga je ook wel kennen rijden, hè? Anders had ik dat kapje niet op. Ja, ja, ja. Dacht ik hem dat mascottedag was, dat Mark verkleed zijn eigen wel. Hé, wat heb je? Wat heb je aan een oog gedaan? Ik heb een ontstoken oog. Laat kijken. Nee, dat mag nog niet af. Dat mag niet in het licht kijken. Ja, dat mag het licht is uit, Frans. Ja. Laat kijken, Mark. Dat is verder omhoog. Dan mag gerust een beetje licht. Als ik de verkeerde vrouw binnen gaat. Ja, bijna. Ik ken hier zijn schoenzool waar ze allemaal los hangt. Ja, dan moeten ze naar Mieke, hè? Oh ja, zou ze dat kennen? Mieke kan dat repareren en naaien. Die kan dat. Ik dacht dat Mieke van borduren was, maar... Laat Nicole maar regelen. Die kan goed met Mieke opschieten. En Mieke die naait dat wel. Dat is goed. Dan ga ik gewoon een kapotte ding aan Nicole meegeven. Ja, ja. Wat gaan we met slot... Kranendonk doen, hè? Maar dat gaat natuurlijk over 2 weken ook van start. Daar hebben we nog geen mascotte voor. Heeft er mensen over nagedacht, of niet?
Ja. De enige die nog over is, van de rest hè, is natuurlijk allemaal bekend op een park al. De enige die we nog kunnen inzetten is Zoom erbij. Ik denk dat hij daar perfect Ja, past. Er zit ook een natuurgebied, er zit ook bijen, of niet? Ja. De Zoom erbij zat voorheen op Droomgaard, maar dat heb je natuurlijk verkocht. Dus deze hebben we nou gewoon over. Ja, of niet? Ik vind het echt, echt mooi, of niet? Ja. Dan zal eens even Ilona of Koen moeten videobellen of dat hun er ook mee eens zijn, hè? Want hij komt op hun park. Dus ik vind het zelf een super idee. Ja, dat is mooi. Ik vind het ook een mooie mascotte. Nou, wie belt er? Zeg maar. Frans. Hi Frans. Hé, hey, wij staan hier bij die nieuwe mascotte, of bij de mascottes allemaal. En wij hadden zo gedacht, ook voor jullie een mascotte. Kijk. Goed, en dan komen wij hier dadelijk uit bij een bij. Die noemen wij Zoom de Bij, heette die in het verleden. Die komt van een ander park. Die is toch nog over. Lijkt hij jou iets? Ja, hij ziet er leuk uit, Frans, maar ik zie eigenlijk heel weinig zo. Nee, dat is... Nee, dat is Peter, dat is Peter die ik gezien. Dat is Peter die ik gezien. Hey. Nee, dan moet Shamir even in het pak. Ja. Waar is Shamir? Shamir. Ja, hier ben ik. Kruip eens even in het pak. Shamir is weer de lul, maar hij is nooit ergens te beroerd voor. Dus toen ze zeiden dat hij in een bijenpak moest, dacht hij nog aan een imker-outfit. Wat natuurlijk heel naïef van hem was. Dit noem je nou de vloek van de farao. Daar komt hij aangelopen. Ja, oh, hij is wel heel mooi. Kijk eens, Johan. Even kijken. Wauw. Oh, kan je er ook in dansen? Ja. Jazeker. Jazeker, dansen. Ja. Je kunt er gewoon mee op turnlessen, dat is geen probleem. Hij is echt heel erg leuk, hij is zoomtastisch. Zoomtastisch, dat is een mooi woord. Heb je dat nou verzonnen? Zoomtastisch. Ja, dan ga dan gaan we voor 3 kwartier maar buiten staan, dan komt je eraan gevlogen. Shamir, bedankt. Dank je wel, Bas. Blijf maar even zitten in de pak. Oké. Okay. Mag je even koffie opdrinken? De ouders van Nicole hebben een knoop doorgehakt en dat betekent groot nieuws. Wat je nu moet weten, is dat ze werk maken van dit soort dingen. Heel authentiek. Die oude de zaak eens mooi gaan versieren. Dat ze daar schrikken als ze binnenkomen. Dat zou wel leuk zijn, hè? Wat was nou precies de bedoeling? Want... Nou, de bedoeling weet ik niet. Het was een verrassing. Ze hadden groot nieuws, zeiden ze. Je had toch niet zwanger zijn, je moeder? Nou, dat zal het niet. Dat zal het niet. Un basso masse, señor. Sí. Sí. Groot, speciaal, belangrijk nieuws. Misschien gaat wel een ander huisje in Eindhoven of zo. Oh, dat zou kunnen dat ze gaan verhuizen of zo. Viva España, ole! Hallo! Hallo! Kijk, ik ga carnavallen. Oh, dat heel het huis versieren. Ja! Oh, wat is dit nou? Ja! Ga je ook goed? Doe maar raaien. Ik ga op vakantie. Nee. En wat denkt u? Waar is dat? Dat is de Spaanse vlag, dat zie ik wel. Dat is de Spaanse vlag, ja. Dat heb ik een paar weken weg gehad. Ik zie hier overal Spaanse vlaggen. Eerst iets drinken, dan zullen we opklinken. Kom de hele eens voor de dag erbij. Kijk wat die hond dat doen is. Kijk hem. Hij dekt zijn eigen dingen op. Met een echt Spaans sangriatje. Jongens, we gaan naar Spanje verhuizen. We gaan verhuizen. Spanje verhuizen? Nee. Ja. We hebben een mooi huisje gevonden. Een waar appartement. Dan? In Torrevieja. Torrevieja, dat is denk ik... Is toch een gelukkige kwartier rijden van ons? Ja, een kwartier is 20 minuten, denk ik, rijden vanaf ons. We hadden altijd gedacht van... Zo gauw als we allebei vrij zijn. Ja. Dus we zijn al een heel tijdje aan het zoeken en aan het zoeken naar een woning. Nou, we hebben er eentje gevonden en we dachten van... als we het nou niet doen, dan gebeurt het nooit meer. Wat heerlijk voor ze. Maar dat is niet direct het eerste waar Nicole aan denkt. Zij ziet een paar beren op de weg. Maar hoe doe je dat nou als je weer terug wil komen naar Nederland dan? Want bij mij heb ik geen plek om te laten logeren of wat dan ook. En zeker niet met die hond. We gaan toch een caravan, of niet? Ja, een caravan, ja. Die houden we gewoon. Prinsenmeer, hè, pak daar een plaatje en dan gaat het lekker naar Spanje. En wanneer je wilt, kan er zomaar even terugkomen. Ja, of dat zou fijn zijn, ja. Geregeld. Henny kan niet langer wachten om dochter en schoonzoon te laten zien wat ze gevonden hebben.
gaat door de voordeur naar binnen. Dat is een heel ding, of niet? Een heel ding, inderdaad. Onze badkamer. En dan hebben we nog een badkamer voor de gasten. Mooi. Henny en Nelis gaan dus een appartementje huren in Spanje. En dat wordt gevierd met een werkelijk verlammende hoeveelheid paella, tapas en andere Spaanse lekkernijen. Olé. Kom hier eens even een proberen. Nou. Ja, goed zo. Meer zien? Ga naar kijk.nl. Kijk opent je ogen.